Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Kijken we naar de satellietfoto van vanochtend 4 uur, dan zien we een dik pak bewolking over ons land liggen. Maar er komen ook een paar opklaringen voor, en dat is vooral in het noorden en zuidoosten van het land. Daar kan dus af en toe de zon doorbreken, verder is het een grijze bedoeling. En er staat ook nog eens een stevige oostelijke wind, die is matig of vrij krachtig, windkracht 4 of 5. De temperatuur komt vanmiddag uit tussen 3 en 7 graden. Verder is het eerst nog droog, maar laat in de middag en ook vanavond kan vooral in het zuiden en zuidwesten een klein beetje regen of motregen vallen. Ook morgen overdag dan is er kans op neerslag en dan vooral in de hele zuidelijke helft. Er kan ook wat natte sneeuw vallen. Geleidelijk in de loop van de dag trekt de neerslag naar het zuidoosten weg en ontstaat wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 2 tot 6 graden en de oostelijke wind staat nog altijd stevig door. Ook maandag en dinsdag is nog kans op wat regen of winterse neerslag. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk weer wat zachter en neemt de kans op winterse neerslag af. Wel blijft het vrij grijs en ook regenachtig.